Zo, jongens, kijk, ik liep net naar mijn auto en ik zag dit. Jongens, we gaan straks van Amsterdam naar Den Bosch vliegen met een helikopter. Oké, okay, let's go. Hey Den, wacht nou even. Je moet toch aftellen? Hey! Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video en vandaag is het dinsdag, dus ik dacht het laat eventjes weten. Maar het is alweer tijd om de deur uit te gaan. Ik ga namelijk naar een sportschool hier in de buurt, maar ik sport dus nu bij Healthy Boss, dus daar krijg ik personal training van Hidden natuurlijk. Maar ik wil gewoon eventjes wat meer gaan trainen, gewoon omdat ik even een half uurtje weg kan en eventjes een paar oefeningen ga doen. En hier in de buurt heb je dus een hele leuke sportschool, dus ik ga daar eventjes langs, ik heb even contact en wie weet mag ik daar wel gezellig komen sporten ook. Dus daar ga ik nu heen. Het is vandaag een regenachtige dag, jongens. Dat is even wat minder leuk. Ik heb net eventjes gepraat met degene die hier de sportschool runt eigenlijk. En ik ga hier vanaf nu ook gewoon lekker sporten. Ik blijf natuurlijk bij Hidden sporten en bij Healthy Bastards voor de personal training. Want dat is gewoon natuurlijk top. Maar ik ga nu gewoon hier om de hoek sporten. En als je het goed kijkt, daar achter die boom is onze toren waar wij wonen. En hier is gewoon de sportschool. Willem en Ruben die sporten hier ook en we wilden heel graag ook samen gaan sporten. Dus toen dacht ik van ik contact gewoon even Health City, kijken of zij willen samenwerken. Of ik hier ook gezellig mag sporten en dat mocht. Dus vanaf nu sport ik ook lekker hier en je hebt daarboven heb je allemaal sauna's, je hebt een zwembad. Jongens, kijk, het is zo lekker. Het is alleen deze weg af en hier lopen wij dan. Dan beginnen we zeg maar hier en daar is Health City. En het is echt een hele grote gym. Je hebt een bokszaal, je hebt een massage, sauna, zwembad. Jongens, het is echt helemaal top. Het is echt heel chill. En ik vind het echt leuk. Nu kan ik ook gewoon met Willem en Ruben mee gaan trainen, want die zitten daar ook. Dus jongens, dat wordt wat. Dat wordt wat. Kijk eens wat hier staat. Een 435 Grand Coupé met Akrapovic. En dat is niet zomaar iemand, want dat is mijn vader. Gezellig. Die is even broodjes komen brengen als het goed is, want die was in de buurt. Dus we gaan naar boven en dan hebben we een lekker broodje. Oh, kijk eens, blik. Dat is lief. En we denken, jij pakt eerst de camera. Dankjewel voor de broodjes. Goed jongen. Jongens, ik ben nu officieel ook lid bij Health City. Dus we kunnen lekker met z'n drieën gaan sporten. Fucking chill. Fucking chill. Gaan we de trap halen? Kijk jongens, kijk wat ik erbij heb gekregen. Bokshandschoenen en een handdoekie. En hij heeft voor de boys ook een shakebeker erbij gedaan. Shakebeker. Nou, jongens, lekker. Ik kom hier nu thuis aan en vandaag zouden we eigenlijk een grote schoonmaak doen. Dus we hadden het wel gekocht. Ik spreek wel een we. Maar Ruben en Willem die hadden het wel gekocht. Zo'n Swiffer voor de stof en dat gedoe. En zij zouden vandaag de grote schoonmaak gaan doen. Maar ik was heel toevallig niet in de buurt. Gelukkig. Nou, ik kom perfect op tijd. Ik moet nog gedaan worden. Echt? Ja. Weet je hoe lang we bezig zijn met alles? Wat hebben jullie gedaan? Want het ruikt, ik ruik iets goeds. Ja, we hebben heel veel gedaan. De hele koelkast is schoon, de hele... Nee joh. Ja, het is nu nog een beetje leeg, maar zeg maar, al deze kastjes, al die shit, was helemaal vies. En Wim? Trots op jou, jongen. Kijk je. Zo, jongens, kijk, ik liep net naar mijn auto en ik zag dit. Alsof ik zeg maar de paal heb geramd. Ja, daar ook. Oh, ik hoop echt niet dat het mijn lak is. Kijken met blauw. Dit is echt kloten. Er staat daar dus zeg maar zo'n witte paal en ik stuurde hem zeg maar in, maar ik voelde niks. Ik voelde niks. Ik wel. Ja? Blauwe lak hier. Oh ja. Je rap. Wat een sukkel. Ik stuurde dus in, maar ik had geen idee dat ik hem had geraakt. Ik voelde ook helemaal niks. Ik voelde serieus niks. Nee, maar je zat er wel heel dichtbij, maar dat is heel raar. Dat is echt heel raar. Meestal voel je toch als je ergens tegenaan zit, maar ik loop naar mijn auto en ik zie opeens dit. Ik denk, huh? Ik ga maar wel lekker in mijn bed in. Het is nu 10 uur, maar ik moet morgen vroeg op. Nou ja, vroeg op. Dat wil ik wel ook weer niet zeggen. 9:30 is niet vroeg. Alleen ik moet om 9:30 weg, dus dan ga ik om 9:00 op. Want morgen ga ik muziek maken. Ik ga weer de studio en ik ga weer een lekker nummertje maken. Maar het enige probleem is, het is in Stadskanaal. En Stadskanaal is fucking ver. Het is 2,5 uur rijden, dus ik ga maar even mijn bed in. En dan gaan we morgen knallen. Dus ik zie jullie morgen. Good morning everybody. Today is a new day. And today I'm going to Stadskanaal. En Stadskanaal is in de buurt van Groningen. En Groningen is fucking ver. Ongeveer 2 uur rijden. Maar het voordeel van vandaag is dat het lekker weer is. Moet je nou toch eens kijken. Fantastisch. Wat een weertje.
Nogmaals, goedemorgen. Het is tijd om de auto in te gaan. Dus ik ga mijn sleutel eventjes pakken. Hatsenflats. En we gaan de auto in. Ik moet daar om 12 uur zijn. En als ik nu wegga, dan kom ik als het goed is precies op tijd. Maar ik ga ook nog even langs de show om mijn broodje te halen. Want ik moet wel eten voordat ik natuurlijk ga zingen. Dus ik moet mijn keeltje eventjes verwennen. Met een glas water sowieso. En een broodje. Hey ho, let's go. Ik ga naar de studio. Hey, what the fuck is dit dan? Hè? Fuck. Zijn er ramenlappers bezig of zo? Dat is leuk. Dit heb ik nog nooit gezien. Waarschijnlijk zijn ze de ramen aan het lappen. Top! We zitten in de auto onderweg naar Groningen. En ik heb vanochtend zo'n hooikoortspilletje genomen. Want ik denk echt wel dat het weer gaat werken. Want ik zag heel veel comments van jullie die zeiden van... het hooikoortseizoen is eerder begonnen omdat we een hele zachte winter hadden, zeg maar. Dus hooikoortstabletje zit erin. Ik hoop dat die gaat werken. En ik zag al jullie lieve comments van de vorige video over, ja, ik had natuurlijk eventjes verteld dat het even, ja, iets minder met me ging. Even die dag had ik gewoon echt even zo'n dag dat ik dacht van, weet je wat, ik had een beetje gewoon een dipje die dag. En het gaat nu echt een stuk beter. En wat ik ook vorige keer zei, ik ben totaal niet depressief. Of ik zit totaal niet in een lange dip of zo. Maar ik had toen die dag, had ik gewoon eventjes een besefmomentje van, ja, weet je, toen had ik gewoon even een dag dat even niet alles lekker ging. En het ging nadenken over van alles. Maar, ik zag jullie berichtjes en ik vind het hartstikke lief dat jullie allemaal zo meelevend zijn. En ik wil jullie daarvoor bedanken. En ik blijf natuurlijk gewoon doorfilmen en doorvloggen. En ik blijf deze week vlogs maken, want... en ik blijf natuurlijk gewoon vloggen. Ik zag heel veel mensen die zeiden van je vlogs zijn gewoon leuk. En ook al doe je af en toe niet zoveel, weet je wel. Wij vinden het gewoon leuk om naar jou te kijken. En dat vind ik hartstikke leuk om te horen ook. Dus ik blijf sowieso doorgaan. Ik was ook helemaal niet van plan om te gaan stoppen. Want ik vind het zelf ook veel te leuk om deze vlogs te maken. Maar goed, onderweg naar Stadskanaal. En we hebben nog 2,5 uur te gaan. Nou, dat is niet waar. 1,5 uur te gaan. We hebben nog 1,5 uur te gaan. Ik ga dus nu naar de studio. En ik ben al een keer met deze gasten, heb ik al een keer in de studio gezeten. En zij hebben een nummer toen met mij gemaakt. En dat nummer is nog steeds een van mijn beste nummers, denk ik. Vind ik zelf ook, die ik ooit heb gemaakt. Dus ik ga hem even aan jullie laten horen. Misschien kennen een paar hem al. Maar ik ga hem toch eventjes voor de zekerheid laten horen. Komt die jongens, dit nummer heb ik vorige keer met hun gemaakt. Dus ik ben benieuwd wat ik deze keer met hun ga maken. Ik loop weer in de stad met de vaste groep zoals gewoonlijk. Ik heb de appjes al gelezen. Ze vraagt zich af of ik ga komen. Want sinds vorige week laat zij me niet meer los. Ja, ik weet dat ze weet dat het eigenlijk niks wordt. Je push me, maar ik wil niet. Je voelt het, maar ik voel niet. Dat weet je, maar je krijgt het steeds weer voor elkaar. Dat ik toegeef aan je spel en ik doe mee, dit gaat te snel en ik weet, ik ga weer mee in je gezeik. Hey meisje, ik kan je niet meer ontwijken. Ik weet wat je wil bereiken, toch trap ik erin. En nee meisje, wat bedoel je nou met ziertjes kijken? Lieve schat, je moet me begrijpen, dit heeft toch geen zin. Dit is dus het nummer wat ik vorige keer heb gemaakt. En deze blijft gewoon echt wel, denk ik, toch nog steeds mijn nummer 1. Ik heb nu al echt veel nummers gemaakt. Maar deze staat nog steeds op nummer 1. Dus ik ben hartstikke benieuwd wat ik deze keer met ze ga maken. Het kan zijn dat er deze keer niks uitkomt. Maar ja, weet je, het is met muziek maken. Je moet het gewoon heel erg voelen. Dus soms ga je de studio in en dan, ja, dan zit je gewoon de hele tijd te brainstormen. Dan komt er maar niks. Maar het kan ook zijn dat je de studio ingaat en dat er gewoon binnen gewoon een uur al een hele track ligt. Omdat het gewoon helemaal klopt. Weet je, dan voel je het gewoon. En ik, ja. Dus daarom, ik ben gewoon heel erg benieuwd wat er deze keer uit gaat komen. Maar goed, we zijn er bijna. We zijn aangekomen in Stadskanaal. En kijk eens, er zijn de mannen. Hey. Zo. Ja, man. Hey. Ja, Jeroen gaat even een beat tikken. En hier is Robert. Ja, toch. Hoe is maat? Goed, man. Robert was ook mee op Schrijverskamp. Zeker, was leuk, niet, man. Volgens mij heb ik dat helemaal niet gefilmd toen, maar we waren toen een keer op Schrijverskamp geweest. En daar was Robert ook bij en we gaan nu weer een domme tune laten creëren. Ik heb trouwens net in de auto heb ik Hey Meisje laten horen aan de mensen. Oh ja? Oh, dus ik ben heel erg benieuwd wat ze ervan gaan vinden. Laat maar eventjes weten in de reacties, jongens, wat jullie van Hey Meisje vinden en ik ben heel erg benieuwd.
zoals jullie net zien, het is gewoon altijd als we in de studio zitten, gaan we gewoon een beetje checken wat werkt, een beetje melodietjes doen. En dan gaat Jeroen zijn magie doen, lekker de toetsen bespelen en dan gaan we gewoon een beetje, ja, langzamerhand kom je een beetje achter wat voor tekst erop moet, wat voor melodieën er komen en zo. Kan hier wel op de toetsen spelen. Is een magier op de toetsen. Ja man, we doen ons best man. Ja, het gaat goed, gaat goed. Het is inmiddels 7 uur. En we zijn nog steeds bezig en we zijn nu een beetje, klein beetje aan het afronden. En we hebben een goede demo liggen, al zeg ik het zelf. Een stukje laten horen? Ja, we gaan even een stukje. Love at first sight, geloof het niet echt. Maar jij kwam binnen en ik wist het direct. Ik ben niet de enige die jou weer checkt. Ik zie het, doet je niks en dat maakt je perfect. Ik zie dat je kijkt en je komt naar me toe. Je vraagt me, heb je tijd om iets leukers te doen? Je woont nog bij je ouders en ik woon op de hoek. Ik fok niet met dat sneaky gedoe. Kom eens even zitten, ik moet echt met je praten. Want wat je met me doet, dat is veel te gevaarlijk. Bij jou moet alles stil, maar ik kan het niet laten. Kom, we gaan naar mij, straks ontmoet ik je vader. Dan wil hij van me weten wat ik allemaal doe. Moet je nagaan, dan komen we 12 de studio binnen en dan gaan we gewoon naar buiten met gewoon een lijpe demo. Hey. Het is niet normaal, het is niet normaal. Je ziet het, we zijn er weer gehad in Amstelveen. Na 2,5 uur rijden, maar we zijn er. Boy, yo, ik word moe van mezelf. Ik word echt een beetje moe van mezelf. Maar goed, ik ga lekker naar boven en dan ga ik denk ik lekker in mijn bed liggen. Het is 9:30. Als het goed is, is Willem boven. Ruben is er niet. Maar we gaan eventjes boven kijken. Als het gezellig is, dan blijf ik nog eventjes boven. En als het niet leuk is, dan blijf ik ook boven, maar dan ga ik wel boven naar mijn eigen kamer. Dus we gaan het zien. Kijk eens jongens, heerlijk in mijn bedje jongens. Dit blijft zo lekker. Lekker in mijn bed liggen. TV erbij. Het is genieten. Jongens, het is genieten. Maar goed, ik ga lekker slapen. Morgen wordt een hele leuke dag. Want we gaan namelijk de nieuwe auto van Danny ophalen. En dat is echt een kanon. Dus dat wordt fucking vet. En we gaan morgen, is donderdag, dus donderdag is onze uitgaansavond, gaan we waarschijnlijk weer uit. Dus het wordt een hele leuke vlog. Dus ik zie jullie morgen. Joejoe. Hey, wacht trouwens even. Voordat ik ga slapen en voordat jullie verder gaan kijken, druk eventjes op de abonneerknop. Zou ik super leuk vinden. Ik wil eerst naar de 180.000. Als we de 180 hebben aangetikt, gaan we gewoon richting die 200. Dus ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan eventjes. Doe even. Ga abonneren. Goedemorgen, Wim. Goedemorgen. Wat zijn we aan het doen? Yoga sessie. Ik kom de woonkamer binnen, ligt er opeens een, ja. Ligt Willem hier opeens. Wim, gaan wij eens even lekker sporten zo voor het eerst? We gaan voor het eerst, nou ja, ik niet. Ja, weet ik niet, hij lag erbij in de kast. Ik dacht, pak hem. Oh jongens, een hele goede morgen. Het is fantastisch weer. Ik vind het altijd zo leuk om te zeggen, het is fantastisch weer. Maar, vandaag wordt de eerste dag dat ik ga sporten daar. Echt precies hier bij Health City. En ik ben heel erg benieuwd. Ik ga samen met Willem daarheen. En Willem sport natuurlijk al een tijdje. Dus ik ga lekker met Willem mee trainen. Eerst even wat drinken, even wat eten. En dan gaan we sporten. Nou jongens, kijk eens even. Een lekker appeltje. Want er was niks anders in huis. Weet je wat ik nog het lekkerste vind? Wow. Dat het gewoon nul koud is. Ja, ja. Korte broekies. Moet je nagaan. Het is echt net maart. Vorig jaar lag er bij mijn verjaardag zelfs sneeuw. En we lopen nu lekker in ons korte broekje buiten. Maar weet je wat nog chiller is? Dat we gewoon naar de sportschool kunnen lopen. Verzin is. Ik ook. Eerste keer dat ik nu ga trainen bij Health City en ik ben heel erg benieuwd. Gaan we daarna ook naar de sauna? Daar heb ik mijn spullen niet meer mee. Moet je daar spullen voor meenemen? Ja, een handdoek. Ik heb toch een handdoek. Oh ja, jij hebt dan even een handdoek. Nee. Oh, kijk eens even. We zijn voor het eerst in de sportschool. Jongens, deze sportschool is zo fucking groot. Dat is niet normaal. En kijk, als je daar ziet, dit is een zwembad. In. Een fucking zwembad. Zullen we er morgen even in als ze brak zijn? Oh, dat is wel echt chill. Je hebt hier dus ook een sauna en zo. Eerst een zwembadje in, dan sauna en dan verder uitbraken op de bank de mokka mafia. Oh, wat een planning. Jongens, we gaan beginnen.
Wat een krachtpatser is het ook, hè. Laatste oefening van deze sessie. En dan gaan we lekker. Of nou, we. Dan ga ik lekker. De Lambo halen. Oh jongens, ik heb er zo fucking veel zin in. Jongens! Ome Danny is er weer, gezellig. Danny kwam hierheen. Ik zou eigenlijk eerst naar Danny gaan. Alleen het was veel handiger dat hij hierheen kwam. Maar jongens, ik zit gewoon zonder shirt. Zit ik gewoon buiten lekker op de bank. En we hebben hem. Huh? Zo, hè, what the fuck? Hoe kan hij nu al? Of heb ik niet open gedaan? Hé, ik heb hem opengeklikt, wacht. Hier, hij is nu open, toch? Oh. Nee, maar wat ik wilde zeggen, ik zit gewoon lekker zonder shirt, zit ik gewoon lekker buiten op het terras. En het is echt fucking warm. Volgens mij is het buiten officieel maar 10 graden, maar met het volle zonnetje en dan gewoon hier lekker op de bank, voelt het echt serieus als 20 graden. En we hebben de bank een beetje opgeschoven, want we dachten van ja, kijk, hier kunnen we eigenlijk ook nog iets doen of zo, weet ik veel. geen idee wat eigenlijk, maar misschien een tafeltje of zo. Maar kijk, hier hebben we natuurlijk ook gewoon nog een raam waar we in de ochtend echt fucking zo, windje. Waar we in de ochtend lekker koffie kunnen drinken. Dus misschien dat we gewoon hier een soort van stoel gaan neerzetten. Dat je zo daar tegenaan kan leunen. Ik weet het allemaal niet. Maar goed. Ik ga Danny laten schrikken. Ik heb de deur opengezet. En normaal gesproken loopt iedereen dan gewoon zo door. Hé, hey, wat broeders? Da! Ja! Meneer komt binnen en gaat gelijk lekker op de bank liggen. Oh, Dan, wat lig je er goed bij, hè? Oh, heerlijk, maat. Lekker in het zonnetje. Meneer is ook een beetje brak. Maar vanavond moeten we gewoon weer, hè, Dan? Wat is er dan? Vanavond is het gewoon weer tijd om te knallen. Nee. Ja. Uitrusten. We gaan jouw auto ophalen, vriend. Nee, ook niet. Gaan we niet doen. Jawel, gaan we wel doen. Nee. Dan. Wat hebben we gedaan? We hebben een helikoptervlucht om de auto op te halen. We gaan straks van Amsterdam, ergens in Amsterdam, naar Den Bosch vliegen. Jongens, we gaan straks van Amsterdam naar Den Bosch vliegen met een helikopter. Want ja, Danny zei al voor de grap, kom, zullen we gewoon een helikopter pakken? En ik dacht, het is wel een hele vette ervaring. Het is perfect weer. Dus we gaan met de helikopter de Lambo ophalen, jongens. Dit is bizar. Dit is echt bizar. Daar is hij, de heli. Let's go! Zo, maat! Het is ook geen kleine heli ook, hè? Hij is fucking ziek! Oké, let's go! Dan! Okay, let's go! Oh, moet die headset op? Headset op je kop, ja. Het probleem is, hij vroeg aan mij, heb jij ook een microfoon, extern microfoontje mee? Heb ik helaas niet. Dus je kunnen ons waarschijnlijk niet meer horen. Maar jullie krijgen een leuke sfeerbeeld, dus dat komt goed. Laat je ons niet leerstorten? Zeker. Oké, tof. We gaan naar huis vandaag, dus... Oké, voor mij nog naar huis. Tof. Leuk jongens, ik heb er zin in. Dit is toch wel een goed idee, hè? Geen vreemd idee, hè? Ja. Goed wat, hè, vandaag. Oh, wat zijn dat voor klootzakken? Oh, maar nu moeten we wel stoppen nu door ons. Zijn we er ook af en toe? We zijn er, jongens, we zijn er. Dat was hartstikke vet. Zo. Dat was hem weer. Zo. Oh, jongens, kijk eens eventjes. Deze herkennen jullie wel. De groene GT3 gaat helaas weg. Maar in de rel daarvan komt een hele vette. En die gaan jullie zo zien. Kijk eens even, jongens. Niet alleen leuke auto's, maar ook gewoon een leuk hondje. Jongens, hij staat hieronder. En wat een kanon. Ja, ik weet al wat het is. En hij is heel dik. Hij is echt heel dik. Weet je wel, die? Ja, dit is een mooie auto, hè? Ja. Hey Dan, wacht nou even. Je moet toch aftellen? Hey! Kijk eens even, hé. Godzidori. Dan, hij is wel echt fucking dik. Niet normaal. Holy shit. Holy shit, jongens. Doe een inlaplijsten. Ja. Zie je? Nee, hey, maar die taas klopt ook nog echt. Hoezo is Danny hier knap? Volgende keer zei. Wat een kanon, hé. Jongens, kijk dan. Een Lamborghini Evo V10. Oh, man. Hij is bizar. Dan? Ben je ook niet trots op jezelf? Af en toe wel. Mag toch wel. Kijk even wat je hebt, jongen.
Hé, hey, kijk. Oh, wat is dit dan? Wat is dit dan? Danny, gefeliciteerd met je Lamborghini! Hé, hey, is niet verkeerd hè, Dan? Verkeerd hè? Wauw. Wow, is het een kinderdroom voor jou, een Lambo? Dat was een droom. Ja, maar die droom is nu werkelijkheid, Dan. Hey, wees even trots op jezelf, hè, maatje. Ik ben trots op mezelf zeker, maatje. Dan, heb je het besef dat je nu gewoon in je eigen fucking Lamborghini rijdt? Nog niet. Fuck, waarom? Nee, Lamborghini! Maar kijk, nu pas krijg je waarschijnlijk het besef dat je gewoon een fucking Lambo rijdt. Ja. En wat ook is stel aangekomen met de fucking helikopter. We hebben alles niet gedaan vandaag. Ja, weet ik. Weten kon niet. Ik snap het wel, jij wat. Ja. Kijk, dat is nou niet te beseffen, maat. Nee, snap ik maar, Pink, maar dat is terecht. Maat, dat V10 geluid is zo lekker. Ik ben echt fan van een V10. Oh, lekker, man. Die pop zijn ook chill. Die crackles. Wajo, maat. Zo. Kijk, dat ding is niet normaal hard. Ik had het echt niet verwacht. Nee, maar hij is echt heel hard. Pik. Toch wel leuk dan die Porsche. Ja, maat. Dit ding is niet normaal. Niet normaal, hè? Maar ik had serieus eerder verwacht, omdat dit is toch een 2020 model of zo? 21. 2021 model. Ja. Dan zou je denken OPF, minder geluid. Maar dit ding is echt niet normaal. Dit ding is zo dik. Holy shit. Hij klinkt hard. Ja, op camera komt dat meestal niet heel erg goed over, maar hij is echt heel hard. Hij is echt heel erg hard. Daar komt hij dan, je eerste Lambo-tunnel. Eerste? Oké, Danny rijdt hem nu de garage in, maar de grootste vraag nog is of we hier overheen komen. Vorige keer met Gio is het wel gelukt, dus met Danny moet het ook wel goed komen. Laat me horen. Mannen! Dat klinkt wel, hè? Jezus. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede morgen. Gisteren was echt een topdag en we zijn gisteren, nadat we de lamp hebben opgehaald, ook nog uit geweest. Dus ik ben een beetje brak, maar dat maakt helemaal niks uit, want het zonnetje schijnt weer en gisteren was gewoon een topdag. Maar goed, ik ga hier bij de video afsluiten, dus vond je het nou een leuke video, laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan spreek ik jullie dinsdag om 6 uur. Later!